Ik ben Caroline en ik ben projectleider bij Bpost. 2 jaar geleden, na mijn studies, had ik zin in een traineeship om veel ervaring op te doen. Zo ben ik terechtgekomen bij Bpost. En na een jaar ongeveer had ik aan mijn toenmalige baas gevraagd om te switchen van functie. Toen ben ik op het terrein terechtgekomen, dus echt in een postkantoor. En nadien ben ik teruggekomen centraal, ook op mijn vraag om terug hier wat te werken. Vandaag werk ik aan een project voor Proximus. Proximus wil graag via Bpost al zijn decoders versturen naar zijn klanten. Dus we gaan aan de deur bij de mensen thuis de decoder afgeven en we vertellen daarbij kort wat er in het pakje zit. Dat is ook de nieuwe job van de postbode. We gaan steeds meer en meer naar de mensen thuis gaan, terug aan de voordeur, meer contact met de klanten. Als jong starter bij Bpost krijg je zeker zeer veel kansen om jezelf te ontplooien. We hebben langs de ene kant trainingen, zowel in groep met alle jong starters samen als alleen als je zelf iets vraagt. Ik had persoonlijk last met presenteren in grote groep. Ik heb dan een coaching gekregen en nu gaat dat veel beter. Daarnaast hebben we ook een coach die ons helpt op lange termijn nadenken over wat we graag willen doen, wat meer carrièregerichte feedback geeft. En we hebben ook een meter en Peter die ons helpt bij de praktische zaken, wat in een groot bedrijf als Bpost zeer nuttig is.